hebt in Italië gespeeld, je hebt gestudeerd, je vader is hoogleraar. Ben je niet een beetje de Chiellini van de lage landen aan het worden? Nou, nee, want Chiellini had een universitaire opleiding, maar die heb ik niet afgemaakt. Maar daar ga ik mezelf absoluut niet mee vergelijken. Nee, dat doe ik dan maar. Ook iets anders dat ik dacht, de Romeinen zijn hier nog geweest in Nijmegen. Ben je de laatste overgebleven Romein, zo liep je op het veld. Ah, je hebt mooie vergelijkingen. Ja. Nou, als jij die vergelijking opmaakt, dan vind ik dat heel mooi. Ja. Dat is wat makkelijker zeggen dan Chiellini, hè? Ja, ja, ja. Dat is wel een grote speler voor je natuurlijk. Ja, ik vind de grootste verdediger. In Italië is het een held. Ik vind het ook een held. Mooie fans ook. Dus absoluut, met de top. Heb je wel eens gespeeld, denk ik, of niet? Zeker niet. En wie won die duels, of kwam er niet door de kop duel? Ja, we kwamen niet vaak in duels. Dus ik zat vaker tegen wat was het helemaal raad. Bij Juventus die zaten allemaal die ballen en zo, dat waren andere duels. Je hebt wel een mooie carrière gehad, toch? Bij Aldi Cruft en veel gespeeld ook, zag ik. Dat is eigenlijk niet zoveel spelers gegeven. Nee, ik heb 6 jaar in Italië gegeven. Maar bij Anderlecht, waar je ook bijna elk jaar Champions League of Europa niet speelt. Dus dat was een droom voor mij. En Italië was ook een droom, want dat is vind ik een hele mooie competitie van iedereen. Fantastisch. Ik heb het echt zo naar mijn zin gehad. Ik heb heel veel geleerd. En het is te mooie dat je dan weer zo terug naar Nederland komt en dan terug naar de zee komt. En dan gelijk zo goed met de team.